De eerste dag van het NK Weg de Almere begon met een 200 meter sprint. Op deze afstand zijn er bijna altijd twee namen die in ieder bezighouden, namelijk Michel en Ronald Mulder. Deze Zwolse tweeling staat al tijdenlang bovenaan in deze sprintafstanden. Vaak is het Ronald die met de overwinning er vandoor gaat, maar broer Michel staat te popelen om dit uiteraard te gaan overtreffen. Ronald is hersteld na een nare blessure die hem een tijd langs de kant hield. Maar na intensieve behandeling en training is de inmiddels naar controle overgestapte sprinter weer fit en gaat de confrontatie met een ieder aan. Michel daarentegen is bij zijn huidige schaatsploeg APPM gebleven en gaat nu zonder broer Ronald het traject in. De 200 meter was de eerste echte confrontatie en alles lag open. Michel moest naar Ronald en kon zich gaan vastbijten in de gezette tijd die op dat moment de beste was. Michel startte en voelde dat het niet helemaal naar wens ging. Dit resulteerde in een tweede tijd met een miniem verschil. Echter op een 200 is dit minime niet helemaal van toepassing. 2.10 is op een 200 meter nog best wel veel. Maar er zit een hele moeilijke bocht in en daar kwam ik niet echt lekker door. Dus dat is wel jammer. Wat vind je hier van het parcours? Het was niet mijn parcours geweest, maar goed, ik beslis daar niet over. Het is best een krap bochtje en dat is niet in mijn voordeel, maar goed, het is niet anders, we moeten ermee doen en dat is jammer dat ik tweede word. Ja, want een tweede plaats is wel belangrijk voor de klasseringen voor het aankomende EK hier in Nederland. Doe je de andere sprintwedstrijden ook nog mee? Ja, de 500 is morgen, die doe ik mee. Lange afstanden laat ik schieten. Ik had wel zin om wat lange afstanden te rijden misschien, maar gezien het parcours ook ga ik daar niet aan beginnen, want dan neem ik alleen maar onnodig risico voor morgen. Ja, jammer dat het niet echt lukte vandaag. De KNSB is bezig om nieuwe parcoursen te zoeken. Heb je zelf ideeën wat er moet veranderen, wat er moet verbeteren? Ik heb daar natuurlijk wel ideeën over. En het is hartstikke mooi dat ze daarmee bezig zijn. Maar het gaat er niet om dat ik het een mooi parcours vind. Het gaat erom dat het een goed parcours is, een NK-waardig parcours. En, dus mijn mening is misschien wel belangrijk, maar dat is zeker niet doorslaggevend. Dus ook op dit soort parcoursjes, dan moet ik me toch maar inschikken en gewoon rijden. Maar goed, we willen met de sporten willen we omhoog. Er is sprake van een rijdersraad die inspraak wil hebben. Dus verbetering, misschien meer publiek. We willen eigenlijk van alles. Ja, nou goed, dat we hier nu midden in Almere staan, dat is op zich al een mooie verbetering. Dat er bij de mensen zijn en dat de mensen ook dicht bij het parcours kunnen komen. Dus dat is al een goede stap voorwaarts.